I'll make a brand new start of it. Hallo lieve Leute, welkom bij mijn allereerste YouTube-video. Mijn naam is Dilara en ik ga voor een tijdje in New York wonen. Dus het leek mij super leuk om al die leuke momenten vast te stellen. Daarom ga ik nu ook vloggen. Ik blijf de hele tijd naar mezelf kijken op dit rechter schermpje hier zo. Maar ik moet echt in de lens gaan kijken. Ik heb dit beginstukje zo vaak overnieuw moeten doen. Maar goed, dat hoort erbij. Alles heeft zijn eerste keer. Ik ben nu ook op het vliegveld in Frankfurt. En ja, dat was al 3 uur reizen, dus ik ben super moe. Mijn vlucht gaat over 1,5 uurtje en ik ben super benieuwd. Het ziet er precies uit zoals op de foto's, zeg maar. Maar dan nog mooier. Ik heb mijn spullen net ook even achtergelaten in het hotel, want ik heb te vroeg ingecheckt. Ik ben aangekomen in mijn hotel en kijk hoe leuk het interieur hier is. Hallo, hallo. Ik ben dus nu aangekomen in mijn hotel en ik heb net ingecheckt. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn kamer eruit ziet. En ik neem jullie mee. Hier kom je met de lift naar boven. Er staat een super leuke quote op. Dat ken je. Dit is dus het gedeelte waar je kleren zou kunnen ophangen, sieraden neerzetten. Hier heb je een bed, werktafel, tv en een hele leuke wasbak. Toilet. Douche. Het licht hier binnen en de gordijnen kan je allemaal bedienen met behulp van deze iPad hier. Laten we zeggen dat ik die nu op blauw wil. Ja, dan wordt die blauw. Een hele goede middag, lieve mensen. Het is vandaag donderdag 26 januari. En ik heb echt super lekker geslapen. Ik ben dus ook gisteren aangekomen. Ik wilde dus net mijn haar gaan doen met de Dyson. Maar ik kom erachter dat die hier dus niet werkt. De Dyson werkt alleen in Europese landen. Als je hem in Europa hebt gekocht. En dus niet in de Verenigde Staten. Omdat er een slot op zit. Ik moet een nieuwe föhn gaan halen hier. Dus dat vind ik wel echt jammer. Ik ben nu even bij de Target. Want ik ga wat boodschappen doen. Ik heb heel wat dingetjes nodig. Dus ik neem jullie even gezellig mee. Dit is echt super lekker. Als je een vuilniszak nodig hebt, is het €26,99. Zover ik me kan herinneren is Listerine in Nederland ook wel duur. Maar kijk, hier betaal je dan bijna $9. Ik heb een hele goede föhn gevonden. Die kost hier dus bijna $70. En ik heb tegen die medewerker hier gezegd dat ik deze dus voor $35 op de site heb gezien. Ze zei, is goed, ga maar naar de kassa en zeg dat je voor $35 hebt gezien. Dan gaan ze het voor je wisselen. Dus ik kan hem zo meteen gewoon voor $35 meenemen. Ja, de mensen hier zijn echt super lief. Echt, het was echt een schat. Wattenstaafjes gaan ook mee en die kosten hier dus $2.30. Voor 500 stukjes. Dit is de lekkerste water hier in Amerika, Smartwater. En die kost $2.60. Dit gaat ook met me mee en deze kost $12. Water ga ik ook meenemen en hier zit er 32 stuks voor $5 en dat heeft wel een mooie prijs. Gaan ook met me mee, mango's en deze kost $6. Zijn jullie die ene man of vrouw op TikTok? Oh, ik moet er echt aan denken. Die dan met haar lange nagels van die super lekkere frappé smaakt met karamel. Ik zie alle producten hier liggen. Maar ik ga eens een keer naar haar video kijken en ga ik het zelf maken. Wel als ik in mijn eigen appartement ben, want ik heb niet al die spulletjes. Maar dit ziet er echt super lekker uit. Ik ga het in ieder geval een keer proberen. Kimchi en dit is echt abnormaal lekker. Ik kan het gewoon zo eten. Ik
heb eindelijk mijn boodschap gedaan. Ik zit echt helemaal vol met allemaal tassen hier. Even één tip voor de mensen die dus boodschap gaan doen bij Target of ja, waar ook. Ik heb een tip net ook gekregen. Zeg aan de kassa dat je een price match wil. Dat betekent dat ze dan, stel je voor dat in de winkel iets $80 is, of de website $40, dan krijg je die korting. Als ik dat niet had gezegd, had ik die korting ook niet gekregen. Dus je moet het echt aangeven. Het hotel waar ik verblijf heeft dus ook een rooftop bar. Ik ben dus even naar boven gekomen om te kijken naar het uitzicht en het is echt zo mooi. I'm a girl for you. I'm a girl for you. Onderweg ben ik even langs geweest bij de Shake Shack. Is het gezond? Nee. Heb ik het verdiend? Ja. Dus ik ga er lekker van genieten. Ik heb lekker gegeten en ik ben moe, dus ik ga zo slapen. Maar ik wilde even zeggen, dit is al mijn tweede dag in New York en ik heb het echt helemaal naar mijn zin. De mensen zijn zo vriendelijk. Ze zijn heel behulpzaam, maar ze praten wel heel snel. Dus soms moet ik vragen of ze hun vraag kunnen herhalen, omdat ze dus te snel gaan. Verder is alles echt op een loopafstand. Ik heb tot nu toe 1 of 2 keer de metro gepakt. En dat was dus alleen om naar Koreatown en Chinatown te gaan. Maar dat ga ik nog ook een andere keer vloggen. Alles is echt op een loopafstand. En je hebt niet door dat je zoveel aan het lopen bent, omdat je overal wat ziet. Links een winkel, rechts een winkel. Daar gebeurt wat en daar is weer iets heel leuks. Dus ja, het is gewoon super leuk. Ik wil natuurlijk veel meer gaan vloggen. Maar volgende week begint mijn stage. Dus dan wil ik eigenlijk 1 keer per week vloggen. Als ik dan een vlog publiceer, wil ik wel dat ik iets leuks ga doen. Dus, en ook iets nuttigs kan laten zien. En dit is ook hoe ik mijn vlog wil gaan beëindigen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Laat het me ook weten, want ik vind het super leuk om te zien. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. En tot de volgende vlog. Doei!